hebben hele discussies de laatste tijd over regenwater in de tuin laten, want ja, er is wat gebeurd. Dan zit ik hier in Amstelveen, op de veengrond. Als het regent is hier één modder, een modderpoel. En toch is het belangrijk om te zorgen dat het water niet in het riool verdwijnt. Dat gaan we hier ook doen. Dat doen we door middel van bufferzones. Wat zijn we nou precies allemaal aan het doen? Ik zeg altijd, regenwater moet je in de tuin laten. Nou, dit hebben we van de zomer gemerkt, want er zijn wat een overstroming en verstoppingen geweest. Doordat het allemaal maar loos op het riool. Nou, ik heb hier een ontwerp van die tuin. En ik zeg altijd, 1/3 moet minstens beplanting zijn. Want dat regenwater wordt alvast opgenomen door de beplanting. Maar ja, er ligt ook een terras in en de meeste mensen voeren dit af. Ik zit hier in Amstelveen, dat is een hele vette, drassige grond. En toch wil ik het in de tuin laten en dat kan. We bouwen zogenaamde bufferzones, dat doe ik met dit materiaal. We hebben daar zo'n bufferzone gemaakt, die komt ook onder dit terras. Dat moet je ook goed doen. We maken eerst een onderterras, zeg maar, dan wit zand. Dan komen deze blokken in te liggen. Die komen echt hier zo te liggen, dan komt de zand overheen en dan weer een terras. We gaan lijngoten gebruiken, dus je kan je terras afspuiten. Wat gebeurt er nou als er dan water komt, regenwater, of als je in het spuiten bent, dan wordt het opgenomen door die bufferzone. Die gaat gelijk het water afstaan aan die grond, dat doet hij geleidelijk, langzaam. En dat betekent elke keer als er veel water is, is het gelijk weg en het wordt geleidelijk afgestaan. En het water blijft in de tuin. Kijk, hoe weet ik nou precies hoeveel van die blokken ik nodig heb? Want je hebt natuurlijk wel ruimte nodig. Dit is voor een kleine 1000 liter die hier ligt. En dat is toch nog te weinig voor deze tuin. We zitten hier in Amstelveen. En Amstelveen is van die vettige grond. Elke grondsoort is anders, want zandgrond die neemt heel snel vocht op. Maar dit gaat wat langzamer. Dus ik heb het uitgerekend. Ik heb 32 van die blokken nodig. Daarom ligt er hier een gedeelte en onder dat terras ook. Nou, je sluit je lijngoten erop aan en het water blijft prachtig in de tuin.